We zijn van start gegaan bij de sessie. De inspiratie van de sessie is eigenlijk gekomen door de ervaringen die we zelf meemaken terwijl dat we starten tennis geven op de club. Dieter doet dat zeer veel. Ik doe dat zelf ook heel vaak. Maar wij komen ook in contact met andere trainers. Trainers die ook actief zijn binnen Start the Tennis. En daarvan krijgen we eigenlijk enorm veel feedback. En als we kijken naar die feedback, dan zien we toch wel dat de organisatie van Start the Tennis op heel veel clubs verschillend is, wat absoluut niet verkeerd is. Maar dat is toch opmerkelijk. En vanuit al die ervaringen hebben we eigenlijk geprobeerd een sporttechnisch kader te ontwikkelen. En dat sporttechnisch kader gaan we proberen te implementeren in een oefenreeks. Een oefenreeks die eigenlijk perfect afgestemd is op dat sporttechnisch kader dat we voorzien hebben. Het sporttechnisch kader dat we jullie presenteren is iets waarvan dat wij overtuigd zijn dat ervoor zal zorgen dat de startende volwassen speler dat hij heel snel tot rally zal komen. Zoals dat we in al onze doelgroepen, kidstennis, competitietennis, wel een bepaalde funfactor hebben, denk ik dat het bij volwassenen, de funfactor bij volwassenen, toch wel het spelen van de rally is. En dat moet dan ook het doel zijn om daar zo snel mogelijk toe te komen. De eerste vaststelling die we vanuit onze ervaringen, maar ook vanuit ervaringen van andere trainers merken, is dat we eigenlijk een verschillend publiek aankrijgen op de club in een start-the-tennisreeks. Dat is leuk, dat is heel leuk, omdat dat voor diversiteit zorgt. Maar dat maakt ook dat we zelf toch wel wat gaan moeten differentiëren. Niet onbelangrijk om dat te gaan doen. En met die gedachte zijn we eigenlijk aan de slag gegaan met het ontwikkelen van twee levels. Het basic level en het premium level. Om jullie even te kaderen wie we waarin zien. We hebben eigenlijk een beetje stereotype beelden gevormd. En we hebben starter tennisser 1 en starter tennisser 2. Starter tennisser 1 is voor ons iemand die op de club aankomt en die eigenlijk weinig ervaring heeft met balsporten, weinig bewegingservaring heeft, waarmee dat er een link bestaat naar onze sport, naar tennis. En waarbij dat we eigenlijk een blanco blad voor ons krijgen en dat we dat kunnen beschrijven zoals we eigenlijk volledig zelf willen doen als trainer zijn. Dat is leuk, want je begint van nul en je kan opbouwen naar waar je wil. Anderzijds komen er ook mensen in een start-the-tennisreeks aan die ofwel heel lang geleden een bepaalde tenniservaring opgedaan hebben, of die komen vanuit andere sporten die toch wel relevant zijn voor onze sport. Ik denk dan aan volleybal, ik denk dan aan hockey, ik denk dan ook aan voetbal, enzovoort. Dus die hebben eigenlijk al een rugzakje vol bewegingservaring. En we willen eigenlijk die bewegingservaring of dat rugzakje dat zij hebben gaan gebruiken om sneller tot die rally te komen, wat dat ons doel uiteindelijk is. Zoals Dieter net al zei, zullen we dit ook gaan integreren in de VTS-opleiding en zullen jullie de oefeningen die dat we straks presenteren in de tweede sessie ook op een webplatform plaatsen, zodat deze steeds ter jullie beschikking is. Goed, we starten met het basic level. Dus nog even ter herhaling, voor ons zijn dit de absolute starters, de mannen, vrouwen die geen balervaring hebben, die geen bewegingservaring hebben, waarmee dat we iets kunnen gaan linken naar tennis. En we eigenlijk dus het blanco blad voor ons krijgen. Wanneer we gaan kijken of hoe dat we het sporttechnisch kader hebben opgebouwd, is rond 5 sleutelfactoren. Ja, en deze sleutelfactoren zie je hier. Deze sleutelfactoren zijn voor ons factoren die cruciaal zijn om op een eenvoudige manier de tennissport aan te leren. Ja. Deze 5 sleutelfactoren zijn de greep, de verplaatsing, de vorm, het ritme en het gevoel. We hebben een aantal fasen ontwikkeld. Dus het sporttechnisch kader zal een viertal fases doorlopen.
En in die vier fasen zitten dus deze sleutelfactoren in verwerkt. Sommige van deze sleutelfactoren die zullen evolueren doorheen de fase, zodat we tot ontwikkeling van rallyspel komen. Andere zijn eerder vast, waarbij dat ik dan denk bijvoorbeeld aan de greep. Daar ga je geen gigantische evoluties in zien, dat kan ook niet. Hè. Je moet in principe beginnen met de juiste greep aan te leren. Anderzijds heb je de verplaatsing, waarbij dat je wel een heel duidelijke opbouw zal merken doorheen de verschillende fasen. Goed. Even kort, greep spreekt voor zich. Verplaatsing gaat dan uiteraard over de grootte van de verplaatsing die gemaakt moet worden. Zowel zijwaarts als voorwaarts en achterwaarts zijn zaken die we gaan meenemen in oefeningen. De vorm, de bewegingsactie van de arm van het hele lichaam eigenlijk, waarbij dat we eigenlijk de weg die het raket aflegt vanaf de start van de beweging tot aan de bal en tot aan erna. Dat zien we als de vorm. Het ritme, waar zit ons raket op welk punt ten opzichte van de aankomende bal. En het gevoel dat we willen meegeven aan de mensen, want we werken uiteindelijk met volwassenen mensen. Mensen hebben uiteraard altijd een gevoel. En we moeten ervoor zorgen dat we ook daarop gaan inspelen. Goed. In de feedback die we hebben gekregen, maar ook wanneer ik met Dieter was aan het praten over hoe we start tennis gaan organiseren, merkten we dus dat de organisatie op clubs toch wel heel verschillend is. Er zijn clubs die kiezen voor een format waarbij dat je één starter tennisdag hebt, waarbij dat je één starter tennisweek hebt, waarin dat 4 of 5 dagen les wordt gegeven, of waarbij dat er gekozen wordt voor een starter tennisreeks van een aantal weken, 4 weken, misschien zelfs gelijkaardig aan de lessenreeks die je normaal organiseert. Dus ja, je krijgt eigenlijk veel verschillende organisaties. Dit is een periodisering zoals dat wij ze eigenlijk ideaal achten. Maar we zijn ons er wel van bewust dat deze periodisering niet op elke club haalbaar is. Dus je moet eigenlijk een beetje zelf voor jezelf uitmaken of dit iets is wat implementeerbaar is bij jullie op de club of niet. Dat geldt trouwens ook voor de verschillende op het sporttechnisch kader dat we gaan presenteren. Het sporttechnisch kader is geen bijbel. Ik kan daar uiteraard van gaan afwijken. Maar dit is gewoon onze visie van hoe wij denken dat we volwassene starters snel tot rally kunnen laten komen. Goed, dus de ideale periodisering voor ons is als volgt. We gaan eigenlijk een starter tennis week inrichten, waarbij dat we gedurende minimum 4 en misschien 5 dagen gaan inlassen in die week. En waarbij dat we trainingen gaan organiseren van 2 uur. Ja. In fase 1, waar ik toe subiet ga toekomen, in fase 1 hebben we gewoon 2 uur training, waarbij dat we de onderverdeling maken tussen 1 uur forehand en 1 uur backhand. In fase 2 doen we hetzelfde. In fase 3 zal de periodisering een beetje anders zijn. Daar gaan we 1,5 uur training geven. En daar gaan we, omdat we streven om daar al rallyvaardigheid te hebben gecreëerd bij de mensen, gaan we al 1,5 uur wedstrijdjes inlassen. Omdat dat toch wel de funfactor is bij de meeste mensen. En in fase 4 doen we dit hetzelfde. Alleen gaan we in fase 4 ook een duidelijke knipoog geven naar het dubbelspel, omdat dat bij vele volwassen mensen toch wel als de meest aangename wedstrijdvorm ervaren wordt. En dan zouden we er nog voor kunnen kiezen, en ik denk dat dat geen onbelangrijke is, om die fase 5 te integreren. Die fase 5, wat houdt dat eigenlijk in? Dat is dat er geen training meer gegeven wordt, maar dat er wedstrijdjes georganiseerd worden. Dat kan in allerlei formats. Je kan ervoor kiezen om uitsluitend een wedstrijddag of avond te organiseren, waarbij dat de starter tennissers onderling met elkaar wedstrijden gaan spelen, waardoor dat je ja, toch al onmiddellijk een redelijk hechte band maakt tussen de verschillende deelnemers van je starter tennisreeks, waardoor dat je echt die klik krijgt bij jou op de club, die dat dan nadien ook zelf gaan afspreken om te komen tennissen. Anderzijds kan je er ook voor kiezen om andere mensen, al bestaande leden van je club,
te gaan gebruiken in die reeks, om ervoor te zorgen dat de integratie van die starter tennissers vlot verloopt. Dus dat ze eigenlijk onmiddellijk kennis maken met huidige leden. Die huidige leden kunnen dan, wanneer er een wedstrijd is afgelopen en ze 5 of 10 minuutjes moeten wachten tot de volgende wedstrijd, kunnen zij aan de babbel gaan om een beetje de clubwerking verder te leren kennen. Hoe alles werkt, wat de clubactiviteiten zijn, enzovoort, enzovoort. Dus dat is eigenlijk de periodisering, hoe dat wij ze voor ogen zien. Goed. We werken met volwassen spelers. Nu, elke sporter heeft uiteraard nood aan een opwarming, maar ik denk dat als we met volwassen mensen werken, dat die opwarming toch wel zeer belangrijk is. Anders gaan we wel eens een keer in de problemen komen met blessures. Nu, een goede opwarming is een opwarming die ook wel aansluit bij de les die dat je gaat geven. En we willen in die opwarming eigenlijk al onmiddellijk ervoor zorgen dat de knipoog naar tennis gelegd wordt. Daarom zullen we in de opwarming steeds iets tennis specifiek doen. En in de realiteit gaat dat heel vaak teruggaan naar het vang- en werptennis dat we kunnen gaan brengen. Waarom die vang- en werptennis? Omdat je eigenlijk onmiddellijk op die manier het juiste spelidee ontwikkelt bij de mensen. Ja, dat er een rally ontstaat, maar dat zij ook een juiste perceptie krijgen van de sport. Dus dat vele startende volwassenen denken van oké, ik kan hier blijven stilstaan en ik moet hier gewoon mijn armen naar een bal toe bewegen en ergens zit er een raket in mijn hand en die zal dan wel de bal raken. Maar eigenlijk moeten we die perceptie gaan wijzigen en moeten we eerder gaan refereren naar de benen die toch wel zeer belangrijk zijn in onze sport. Als we dan gaan kijken naar het sporttechnisch kader en de 5 sleutelfactoren, kunnen we ook hier al onmiddellijk er 3 van meenemen, waarvan het de eerste de verplaatsing is. Vangwerptennis is ideaal om een goede verplaatsing in te oefenen, waarbij we ook wel kunnen werken op ritme. Bijvoorbeeld wanneer dat spelers gaan moeten zoeken naar het steunmoment voordat ze de bal gaan vangen en ook naar de vorm, de weg die de arm gaat afleggen wanneer de bal wordt weggeworpen, kunnen we daar eigenlijk onmiddellijk in meenemen. Dan komen we bij de eerste fase terecht en ik wil even het kader dat je hier ziet kort toelichten. Als we met volwassen mensen werken, maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat je dat vaak kan doen, ook zelfs in een kidsverhaal, ga je 1 meegeven hoe dat mensen iets gaan moeten proberen uitvoeren. Maar anderzijds, als sterkste motiverende factor, denk ik, is ook waarom dat zo is. Ja, en het waarom zie je staan in de gele kaders en hoe we het graag zien, zie je staan in de blauwe kaders. Goed, we starten bij fase 1. Bij fase 1 is het zo dat we de mensen eenzijdig zullen laten starten. Omdat we, je zal ook al gemerkt hebben in die periodisering, dat we echt wel de duidelijke opsplitsing maken tussen 1 uur voorhand, 1 uur backhand. En dan is het echt wel de bedoeling dat er uitsluitend voorhand en uitsluitend backhand geslagen wordt. Waarom is dat? En dan komen we eigenlijk tot het eerste puntje, de greep. Ja, we willen van bij het begin de correcte grepen aanleren. En om dat aan te leren, moeten we denk ik eerst die greepervaring meegeven aan de mensen. En greepervaring kan je alleen maar meegeven door de mensen het te laten doen met de correcte greep. En vandaar de keuze voor het eenzijdig te houden. Ook zal dat ervoor zorgen dat mensen eigenlijk vaak onmiddellijk gaan lukken, heel dit kader trouwens, in de oefeningen die we straks laten zien. En dat geeft onmiddellijk eigenlijk al een boost voor hun zelfvertrouwen. Ja. Wat dan niet onbelangrijk is, als ik zo aan mijn mensen praat, na mijn starten tennislessen, hoor ik toch wel vaak van, ja, ik weet niet goed of dat, ik wist niet goed of dat deze sport wel iets voor mij zou zijn. Toen dat ik de eerste bal sloeg, dacht ik van, oeh, amai, dit is echt wel heel moeilijk. Dus als we dat op deze manier aanpakken, nemen we die onzekerheidsfactor eigenlijk onmiddellijk weg. Goed, die greep, ik denk dat jullie allemaal wel de correcte greep kennen. We hanteren voor de voorhand uiteraard de Eastern greep en voor de backhand
gaan we met de niet-dominante hand ook de Eastern greep hanteren en de dominante hand in de semi-continental of de continental greep plaatsen. Dat doen we voor twee redenen. Eén, dat zorgt voor een neutrale stand van uw racketblad, waardoor dat er de bal eigenlijk onmiddellijk de juiste hoogte zal meekrijgen. Maar dat doen we ook blessurepreventief. We willen proberen ervoor te zorgen dat de spelers met het breedste steunpunt van hun hand achter de bal komen of achter het racket komen wanneer dat, het contact met de bal gemaakt wordt. En dat kunnen we alleen maar doen als we deze grepen gaan gebruiken. Wanneer we kijken naar de backhand, gaan we dan merken, als we de bal schuin voor ons raken, dat onze dominante hand een neutrale polshouding zal hebben. En die neutrale polshouding is uiteraard bevorderlijk voor blessures te vermijden. Wat verplaatsing betreft houden we het heel, heel makkelijk en blijven we binnen de comfortzone van de mensen. Binnen de comfortzone is voor ons maximum eigenlijk twee passen moeten zetten vooraleer dat zij bij de bal zijn. Om op die manier weer snel tot lukken te komen. De vorm zal kort zijn. Kort wil zeggen dat we in eerste instantie, als we het ritme naar achter toe bekijken, dat de hand niet voorbij de heup komt. En wanneer we naar de bal toe bewegen en de follow-through doen, dat de hand eigenlijk stopt ter hoogte van de schouder. Dus het is een heel korte beweging. We willen ook dat de mensen de beweging heel traag uitvoeren. Waarom? Ik denk dat het belangrijk is dat we de mensen in eerste instantie een gevoel meegeven van controle. Dat ze echt wel dat balletje voelen en dat ze het kunnen controleren. En dat kunnen we eigenlijk alleen maar doen als we de beweging heel, heel simpel houden en heel, heel traag kunnen uitvoeren. Op die manier krijgen de mensen eigenlijk ook de tijd om alles nog eens een keertje visueel te gaan controleren, terwijl dat ze zelf aan het spelen zijn. Qua gevoel en ontspanning gaat het dus eigenlijk over het opdoen van die balervaring, van die raketervaring en hen ja, daar zo kennis mee laten maken om daarin te groeien. Om dit alles uit te lokken, kiezen we ervoor om op een rood terrein te spelen. Een rood terrein waarin dat we dan eigenlijk de servicevakjes nemen. We gaan dus geen kidstennisnet zetten, uiteraard. Maar we spelen wel over het grote net, maar het terrein is wel heel kort. We kiezen er wel bewust voor de oranje bal te gaan gebruiken. Als je met een rode bal gaat spelen, ga je uiteindelijk een stuit van de bal krijgen die toch wel wat laag is voor volwassen mensen. En bij een oranje bal heb je dat niet. Vandaar die keuze. Het materiaal zal altijd in functie zijn van de verplaatsing, de vorm, het ritme en het gevoel en ontspanning dat we willen meegeven aan de mensen. Dit is eigenlijk een beetje het doel wat we willen bereiken op het einde van fase 1 eigenlijk. Je zal merken dat we telkens de opslag mee integreren in de oefeningen. Die opslag, daar kom ik later nog op terug, hoe we die zien. Maar je ziet het hier eigenlijk al een heel klein beetje wel, hoe deze speler het uitvoert. Maar je ziet dus duidelijk dat we eenzijdig spelen, dat we op een verkort terrein spelen, een rood terrein spelen. Maar je merkt ook wel doorheen de oefening dat we eigenlijk wel onmiddellijk al streven naar het spelen van een heel eenvoudige rally. Ja? Maar als je kijkt naar de rally, dan zie je toch wel dat de nadruk ligt op het leren controleren van de bal. En niet alleen op het leren controleren van de bal, maar ook op bepaalde basiszaken, die dat misschien in deze filmpjes niet altijd juist werden uitgevoerd. Maar de basiszaken waar dat we dan naar refereren zijn uiteraard de steun vinden voor tijdens en na de slagbeweging. En anderzijds een correct contactpunt vinden schuin voor het lichaam. Goed, dus dat is fase 1. Fase 2, daarin zie je de greep niet evolueren. Hoe komt dat? Omdat we eigenlijk nog altijd eenzijdig blijven spelen. We gaan nog altijd die greepervaring meegeven aan de mensen. En op die manier, in fase 3 zal je dat wel zien evolueren, maar hebben ze toch al 2 uur voorhand, 2 uur backhand ervaring, greepervaring opgedaan. Wat dat toch wel nodig is bij de starter zonder bewegingservaring. De verplaatsing evolueert wel. We gaan naar een medium verplaatsing. Een medium verplaatsing is voor onze verplaatsing waarbinnen dat we tussen de 2 à 5
passen zitten om de verplaatsing te maken. Dus we gaan al wel wat verder. Dus het, op deze manier wordt het al wel moeilijker voor de spelers. We hebben die grotere verplaatsing nodig, omdat we het ontvangen van de bal toch ook wel willen meegeven, of meer meegeven in deze fase. En dat we op deze manier ook verschillende looprichtingen kunnen gaan trainen bij de mensen. Ook het juiste contactpunt vinden. In fase 1 hebben ze dat op een relatief makkelijke manier bijna vanuit stilstand of één of twee passen kunnen doen. Nu gaan zij dat correct contactpunt moeten vinden, ja, op wel een redelijke afstand. De vorm verandert of evolueert ook mee, waarbij dat we nog altijd kort voorbereiden. Dus de hand gaat nog altijd niet voor bij de heup, maar waarbij dat we wel een volledige uitslag willen zien tot op de schouder. Dus een lange uitslag. Waarom hebben we dat nodig? Omdat we, wanneer ik bij materiaal kom, zal je merken dat we al naar het oranje terrein gaan. En om een beetje lengte mee te geven, maar ook om de richting te kunnen meegeven, hebben we die lange uitzwaai nodig. Die richting linken we aan de uitzwaai. Waarom? Omdat we in deze fase gaan meegeven dat hun racket eigenlijk altijd moet gaan bewegen in de richting van waar dat zij de bal willen spelen. Dan komen we bij het ritme. Het ritme blijft traag, omdat we die toch wel echt die controle willen behouden bij de mensen. Maar we gaan daar wel al een aantal referentiepunten in meegeven. De start van de balvlucht, dus het moment waarop het de bal vertrekt bij de tegenstander of bij degene die de bal aanwerpt, of wie dan ook, is eigenlijk de moment waarop dat de voorbereiding start, dus waarop dat we het racket een beetje naar achter willen zien gaan bewegen. Het stuitpunt van de bal is het tweede referentiepunt en het stuitpunt van de bal moet eigenlijk gepaard gaan met het einde van de voorbereiding. Dus in deze fase wil dat zeggen dat het racket en de hand naast de heup zitten op het moment dat de bal botst. Waarom is dit belangrijk dat we dit ritme meegeven? Omdat dit ritme ervoor zal zorgen dat ze telkens opnieuw een correct contactpunt zullen kunnen vinden. Goed. We hebben een langere uitzwaai. We willen nog altijd controle krijgen. Maar wat we ook wel al meer en meer willen meegeven aan de mensen, en dat is toch wel een beetje inbrengen, is het meer los en soepel spelen. Dus we zullen merken dat in fase 1 de volwassenen heel hard aan het zoeken zijn en dat het zoeken vaak gepaard gaat met een verkrampte greep of een krampachtige greep, waarbij dat iets te hard geknepen wordt. En hier gaan we toch al wel wat gaan vragen om dat wat soepeler, wat losser te gaan toepassen. We evolueren dus naar een oranje 1 terrein. Een oranje 1 terrein is voor ons een terrein uiteraard tot aan de oranje lijn of de middenlijn. Tot aan de dubbellijn en tot aan de middenlijn. Dat is waar dat we het terrein waarop dat we gaan spelen. En dat terrein zal de verschillende sleutelfactoren moeten uitlokken. Dit is waar we toe willen komen op het einde van fase 2. Dus je merkt dat het terrein geëvolueerd is. We starten nog steeds eenzijdig. Maar we integreren opnieuw de opslag. En je zal zo dadelijk ook merken dat we opnieuw streven naar het creëren of het spelen van een rally. Maar eenzijdig, dus er zal rond bepaalde slagen moeten rondgelopen worden. Ook merk je dat de spelers in de tegenovergestelde zijde positioneren ten opzichte van de slagzijde. Dus als je eenzijdig voor gaat spelen, dan je dan eigenlijk 2/3 terrein gaat staan in de backhandzijde. Goed, dan komen we aan in fase 3. In fase 3 gaat denk ik de moeilijkste fase zijn doorheen heel het proces. Waarom? Omdat we daar bij de greepwissel komen. Hè. Dus we willen hier afstappen van het eenzijdig tennissen en we willen hier het tweezijdig gaan integreren. En daarvoor hebben we 1 de aandachtshouding nodig en 2 het kunnen uitvoeren van de greepwissel. Die greepwissel, uit ervaring weet ik dat dat iets
heel moeilijk is voor mensen. En tevens ook wel iets heel cruciaals. Hè. Je kan daar het werk dat je hebt verricht in fase 1 en 2, kan je daar volledig gaan bevestigen. Ofwel ga je dat werk volledig verloren doen als je daar niet genoeg aandacht aan spendeert. Waarom kan dat verloren gaan? Omdat mensen, ja, de greeppistool is vaak iets wat dan mensen niet gaan uitvoeren of maar beperkt gaan uitvoeren, waardoor dat je voornamelijk in de backend ja, een verkeerde greep van de dominante hand gaat zien. En wanneer dat je een backend gespeeld hebt en daar misschien wel eens de juiste greep is toegepast, dat die, als er een volgende bal forehand komt, dat men daar ja, nog altijd met die semi-continental of die continental greep de bal gaat proberen slaan. Dus dat is iets waar we zeer waakzaam voor moeten zijn, dat die greeppistool ja, voldoende correct wordt uitgevoerd. Goed, in de filmpjes zal ik opgeven wat meer informatie over hoe dat we die aandachtshouding willen zien. Maar uiteraard spreken bepaalde zaken voor zich. We willen dat de grepen, zowel de linkerhand, zowel de dominante hand als de niet-dominante hand, dat die al onmiddellijk klaar zitten om voor de dominante hand de forehand te kunnen spelen, voor de niet-dominante hand om de backhand te kunnen spelen. Maar we willen in functie van ontspanning ook wel dat de linkerhand een ondersteunende functie krijgt, dus dat ze eigenlijk hun racket kunnen laten rusten op hun linkerhand. Dat de voetenstand voldoende breed is, dat het racketkop positief is, dus voldoende opwaarts is. Dat zijn dan bepaalde zaken die we in die aandachtshouding wel echt willen zien. Qua verplaatsing blijven we eigenlijk een beetje binnen dezelfde zone, maar willen we ook wel meegeven aan de mensen dat de tennissport geen sport is waarbij dat je echt aan het wachten bent op de bal, maar dat je eerder continu klaar moet zijn voor de bal en continu klaar moet zijn om te gaan aanpassen aan die bal. En daarom willen we die activatie er al in brengen. Je zal straks ook zien in de oefenstof dat we daar gaan werken rond een splitstep maken, dat we daar gaan werken rond de triplings, rond het bewegen zonder bal. Dat we dat toch wel echt willen meegeven aan die mensen. Ik denk dat jullie dat zelf ook wel ervaren, dat als je een speler dat kan laten doen, dat die training of die oefening onmiddellijk veel beter uitgevoerd wordt dan wanneer dat je iemand vanuit stilstand gaat laten vertrekken. De vorm blijft kort lang, gaan we niet doen evolueren. En het ritme eveneens niet. Hè. We zien eigenlijk hier die aandachtshouding en die greepwissel toch wel echt als belangrijkste sleutelfactor om dat er even te gaan inbrengen. Verder qua gevoel en ontspanning willen we mensen ook bewust maken van het feit dat zij ja, bepaalde auditieve prikkels kunnen gaan gebruiken. Het visuele hadden ze al een beetje. Ze zien wanneer dat de tegenstander of de partner de bal raakt. Maar uiteraard gaat er ook een geluid mee gepaard. De stuit van de bal, er gaat ook een geluid mee gepaard. Dus het zijn ook eigenlijk allemaal zaken die we kunnen meesteken in het gevoel van de mensen. En waar dat zij zich ook kunnen gaan baseren om bepaalde bewegingsacties uit te voeren. We blijven op een oranje 1 terrein spelen met de oranje bal. Omdat het toch de meest voor de hand liggen of de beste verplaatsing, de vorm, het ritme, het gevoel en ontspanning gaat uitlokken. Dit is wat we willen bereiken op het einde van fase 3. Dus je merkt nu dat de speler start vanuit een aandachtshouding. Waarbij dat de speler start vanuit het centrum van het terrein, dus het midden van het terrein. De opslag is opnieuw geïntegreerd. En we spelen opnieuw, of we proberen opnieuw, die rally te gaan creëren. Maar deze keer uiteraard waarbij dat er afwisselend voor en backend gespeeld wordt. Ik wil zeker ook meegeven in deze beelden, hè, je zal dat zelf al merken, dit zijn geen starter tennissers waarmee dat we de beelden hebben opgenomen. Dat kon jammer genoeg niet omwille van bepaalde coronamaatregelen, die jullie ongetwijfeld gekend zijn. Maar deze spelers hebben wel getracht, dus de typische starter tennisspeler na te bootsen. Gaat dit even goed lukken? Dan hoe dat je het hier ziet op de beelden, denk het niet. Daar moeten we realistisch in zijn. Maar als we een volwassen speler
kunnen doen slagen in het lukken van de eerste 2 à 3 ballen in een rally. En daarmee bedoel ik dus de opslag, de bal 3 en bal 5. Als die zouden lukken, ja, dan creëer je eigenlijk al wel een behoorlijke rally op niveau. Goed, dan komen we aan tot de, of bij de laatste fase van ons kader, onze sporttechnisch kader. Waarbij dat we zien dat de greep ja, eigenlijk niet meer wijzigt, hoeft ook niet. In principe staan zij vanaf fase 3 correct klaar om de bal te gaan ontvangen in die aandachtshouding met de correcte grepen. Dus daar hebben we geen evolutie meer nodig. Hier zal de evolutie op andere vlakken plaatsvinden en verplaatsing is daarvan een van de belangrijkste. Dus hier gaan we eigenlijk ervoor zorgen dat mensen leren een zowel horizontaal als verticaal een bal of een verre bal te kunnen leren te ontvangen. Hoe hebben we dat aangepakt? Doordat we in fase 2 en 3 met een medium activatie en met een medium verplaatsing zaten, hebben we een soort van balanscomfortzone gecreëerd bij de mensen. De spelers die gaan zich binnen een bepaalde zone, en dat zal dan waarschijnlijk die mediumzone zijn, gaan zij zich comfortabel voelen om steun te vinden voor de slag en om de slag in steun te kunnen uitvoeren. En het is nu aan ons om die balanscomfortzone eigenlijk te gaan verbreden en te gaan verlengen. Dat is het doel in fase 4. Ook de vorm gaat mee evolueren, waarbij dat we zeker in deze fase willen streven naar het wegdraaien van de romp en van de schouderlijn. En dat we daardoor eigenlijk ja, niet anders kunnen dan naar een vorm gaan die lang is. We vinden dit noodzakelijk, omdat we ervan uitgaan dat we de starter tennissers toch wel kunnen gaan laten instromen in een gewone lesreeks. En dat dit ja, de basis moet zijn van waar dat de trainer die de starter tennissers overneemt, of je bent het zelf, dat je daar toch wel van kan gaan vertrekken in een normale lesreeks. Goed. Dat wegdraaien van die romp en die schouderlijn, we willen daar zeker ook bij meegeven dat dit toch wel cruciaal is om, om de richting onder controle te krijgen, waarbij dat we de spelers gaan bewust maken van het feit dat de schouderlijn de richting gaat bepalen en dat de arm eigenlijk een rechtlijnige beweging moet vormen naar de richting of naar de plaats waar zij de bal willen spelen. Het wegdraaien van de romp zal er ook voor zorgen dat er al enige spin zal gegenereerd worden, als de mensen bijvoorbeeld soepel spelen, uiteraard. Ook het wegdraaien van die romp en nadien het terug indraaien van die romp zal belang hebben voor de afstand die de bal zal afleggen. Goed, het ritme evolueert niet. We blijven streven naar, we blijven streven naar controle bij deze mensen, in functie van het correcte contactpunt en ook het gevoel en de ontspanning die erbij gepaard gaat, houden we hetzelfde. We laten wel het terrein evolueren. We gaan eigenlijk overgaan naar een oranje 2 terrein. En dat oranje 2 terrein hebben we nodig om ervoor te zorgen dat de verplaatsing voldoende groot kan gemaakt worden. Op zich op een oranje 1 terrein kan je verticaal al wel voldoende verplaatsing afleggen. Maar horizontaal is dat toch wel heel smal, dat terrein. Dat oranje 2 terrein is toch al een, gaan we eigenlijk maken tot de breedte van een we spelen dus op een oranje 2 terrein, niet zoals dat we het bij de, in het kidstennisverhaal doen, maar wel tot aan de enkelzijlijnen van het groot terrein. Als we een dubbelspel doen, dan doen we ook tot aan de dubbele. Dit is waar we naar streven in fase 4. Je ziet dus dat de volledige opslagbeweging ook hier al geïntegreerd is. Ik ga die subiet nog wel even toelichten hoe dat we die opbouwen. Voor alle duidelijkheid, we verwachten niet, zoals je het nu ziet, dat de opslag op deze manier wordt uitgevoerd. Maar meer daarover straks. Het is het ideale beeld dat we willen proberen te benaderen, uiteraard. Je merkt door het bredere terrein ja, dat er al onmiddellijk veel meer verplaatsing is, dat het vinden van steun, dat dat toch wel veel moeilijker is. En op deze manier kunnen we eigenlijk het gegeven van ruimtedruk, een tactisch element,
al gaan meegeven aan de mensen, aan de spelers in een wedstrijdje. Goed, dus dat zijn de vier fases wat voor en bekken betreft. Komen we nu bij de opslag aan. Over de opslag hebben we uiteraard een sporttechnisch kader voor. En dat ziet er als volgt uit. Dus we volgen eigenlijk de vier fases die we voorheen hadden. Fase 1 gaan we gebruiken om mensen greepervaring op te doen. En dat is onmiddellijk een hele belangrijke. We hebben met best wel wat mensen gesproken hierover, hoe dat zij het zien. We hebben uiteraard ook onze eigen visie. En als we ervan uitgaan dat we mensen zo snel mogelijk tot rally willen laten komen en tot een wedstrijdervaring willen laten komen, dan moeten we af en toe eens een keer iets door de vingers kunnen zien. Ja. En de opslag is daar toch wel ene van, waarbij dat we een keer eens onze vingers wat meer open gaan doen. Maar we gaan natuurlijk wel het juiste beeld proberen benaderen. Wat dat je standaard van feedback krijgt van een startende tennisser die geen balervaring heeft, is dat als je die een continental greep gaat laten hanteren, dat dat als heel onnatuurlijk aanvoelt. Ja, wanneer dat je dan gaat kijken welk resultaat dat die krijgt met die continental greep, zien we dat dat resultaat toch niet bevorderlijk is voor rally te gaan spelen. Zeker, en zelfs niet wanneer dat we dat op lange termijn bekijken. Vandaar dat we eigenlijk de mensen gaan laten starten in die semi-continental greep. Eigenlijk een beetje hetgeen wat we ook in het kidstennis verhaal doen, waarbij dat we in oranje de semi-continental greep gaan toestaan bij kinderen, of zelfs gaan laten hanteren in het begin en die greep gaan laten ontwikkelen naar een continental greep. Met die insteek doen we eigenlijk ook dit. Maar we gaan zelfs verder, ja, want voor sommige volwassen spelers is zelfs die semi-continental greep nog niet natuurlijk. En we willen dat alles natuurlijk aanvoelt voor de volwassen spelers, omdat dat uiteindelijk zal zorgen voor de meeste ontspanning in de uitvoering. Goed, dus wat we toestaan concreet is, ze starten bij semi-continental, maar zien we hen zelf verdraaien naar die eastern greep, dan gaan we zelfs dit toestaan. Dus ze doen eigenlijk greepervaring op waar dat zij zich het meest comfortabel bij voelen. Dat vinden wij op die moment het belangrijkste. We beginnen met een verkorte greep. Dat wil zeggen dat onze hand net onder het hart van het racket zit. Waarom doen we dat? Omdat we op die manier eigenlijk onze hand dichter bij het contactpunt brengen en daardoor meer het gevoel van controle gaan krijgen. De vorm is kort-kort. Dat wil zeggen dat we frontaal starten. Dat we starten eigenlijk zoals de frontale opslag wordt aangeleerd. En waarbij dat we een correcte tos willen zien op 12 uur voor het lichaam. En een correct contactpunt, dus zo hoog mogelijk met die verkorte greep. Opnieuw voor het lichaam uiteraard. We stoppen ook vlak na het contactpunt, omdat we op een kort terrein spelen. We zitten daar op dat rood terrein. Dus we kunnen nog niet door de bal bewegen. En die kort-kort zal er ook voor zorgen dat mensen echt zich kunnen focussen op het gevoel dat ze krijgen op het moment dat ze de bal raken. Het ritme is uiteraard traag. In fase 2 gaan we dan mensen voor de keuze stellen. Van oké, kijk, je hebt nu waarschijnlijk twee grepen uitgetest. Zowel de semi-continental als de eastern greep. En dan moeten we toch wel als trainer ook eens een keer onze mening durven geven. Als je als trainer ziet dat een semi-continental greep bij bepaalde spelers echt wel haalbaar is om te gaan spelen in fase 4, om daar dan heel veel in te gaan lukken, ja, dan denk ik dat het belangrijk is dat we die mensen gaan meegeven om daar toch wel die semi-continental te gaan gebruiken. Zie je bij andere mensen dat dat totaal niet lukt, dat bij wijze van spreken mission impossible is om dat te gaan klaarkrijgen op het einde van de start tennisreeks, dan ga je die gewoon toestaan om eastern te gaan gebruiken. Ze gaan dus eigenlijk daar beslissen welke greep dat ze gaan hanteren gedurende alle resterende fases. Goed, de vorm wordt kort lang, wil zeggen dat de uitzwaai nu door de bal beweegt tot aan de linkerzijde van het lichaam als je rechts bent. Dus we maken eigenlijk de uitzwaai zoals dat we normaal zouden doen in de opslag. Het ritme blijft wel traag. Die lange uitzwaai hebben we uiteraard nodig omdat we daar op een oranje 1 terrein aan het spelen zijn. Dan komen we bij fase 3. Bij fase 3
hebben we geen evolutie meer qua greep. Dus de greep is daar beslist voor die speler en daar, die verandert dus niet meer. De vorm echter wel. In de vorm willen we al meer vanuit de trophy-houding of de gewapende houding starten, waardoor dat we al een beetje rotatie kunnen krijgen in de opslag. Maar het ritme blijft wel traag. Ja. Zo komen we in fase 4. En in fase 4 gaan we het ritme een beetje gaan doen evolueren, omdat we daar de opslag in wedstrijdsituaties al een beetje drukvol willen maken. Je kan daar onmogelijk gaan streven naar een heel drukvolle opslag. Maar een opslag waarbij dat je de rallybalans in evenwicht kan houden, is toch wel iets waar dat we naar willen gaan streven. Ja? Dus wat we daar concreet willen krijgen, is een voorbereiding die relatief traag verloopt, maar waarbij dat racket al iets sneller naar de bal beweegt. Dus daar benaderen we eigenlijk het ritme dat we willen gaan krijgen op het einde, in de tenniscarrière van de speler waarmee dat we mee werken. Goed, dus dat wat het basic level betreft. Ik ga even een slokje nemen. Dan komen we aan het premium level. En het premium level is het level dat we willen gaan toepassen bij die spelers of die sporters die bij ons aankomen en een rugzakje vol ervaring hebben. En die dat we dus eigenlijk, ja, waarbij dat we geen onbeschreven blad hebben en die ervaringen willen gaan gebruiken onmiddellijk in onze sport. Qua periodisering kiezen we opnieuw voor die week dat we ook bij het basic level kiezen. Ik denk dat het belangrijk is dat die periodisering hetzelfde loopt. Sommige clubs zullen misschien een starter tennisreeks doen met maar één trainer, waarbij dat je dus met groepjes van 4 gaat werken. Maar er zijn ook clubs waarbij dat er 3-4 trainers actief zijn op hetzelfde tijdstip, waardoor dat je dus een groep starter tennissers van 16 mensen creëert. Ja, in die 16 mensen ga je uiteraard een paar mensen hebben die behoren tot het basic level en een paar mensen behoren die behoren tot het premium level. En dan is het belangrijk dat je onmiddellijk daar die differentiatie kan gaan maken. Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je dat meeneemt in de samenstelling van die groepen. En dat je moet durven switchen, want je kent de spelers uiteraard niet, maar dat je moet durven switchen na les 1 van groepen. Dat er bepaalde mensen naar andere groepen moeten gaan, zodanig dat het allemaal een beetje homogener wordt. En zodanig dat je dat basic level en dat premium level echt wel kan gaan toepassen. Goed, periodisering van fase 1 is net hetzelfde. We starten ook met die mensen met het eenzijdig spelen, omdat we die greepervaring toch wel echt belangrijk vinden. En die greepervaring is niet iets wat dan mensen kunnen meenemen vanuit een andere sport. Maar wat wel zo is, is dat mensen met balervaring sneller zullen doorhebben dat de greep die wij willen meegeven aan hen, dat die greep eigenlijk ervoor zorgt dat de handpalm een verlengstuk is van de kop van het racket. Met andere woorden, eigenlijk zou de handpalm altijd moeten gaan staan op het raakpunt zoals onze raketblad, het racketblad staat. Maar we zijn er wel van overtuigd, hè, dus doordat zij die ervaring al wel hebben, dat zij minder lang nodig hebben om die greepervaring op te doen. Vandaar dat we ervoor kiezen om vanaf fase 2 onmiddellijk tweezijdig met deze spelers te gaan spelen. Dat gaat ook het spelen van rally uiteraard bevorderen. Bij fase 3 gaan we de trainingen verminderen naar 1,5 uur, waarbij dat er opnieuw 30 minuten wedstrijden zullen gespeeld worden. Maar gaan we ook wel de volley al onmiddellijk integreren. Mensen die daar die balervaring hebben, gaan die slag sneller tot een goede uitvoering kunnen laten komen. En daarom hebben daarvoor gekozen. Ook zal je merken in fase 3 bij het premium level dat de oefenstof ook al dubbel spel gerelateerd zal zijn en dat dat dus nodig is. Die volley zien we hebben die niet mee opgenomen in ons sporttechnisch kader. Dat is ook bewust. We willen die ook niet heel specifiek gaan benaderen. Het enige wat we bij die mensen willen creëren is een correcte raketbladoriëntatie, waarbij dat je merkt dat
bij sommige started tennissers zowel de voorhand als de backhand met dezelfde zijde van het racketblad gespeeld wordt. En we willen toch wel creëren dat de spelers de handpalm naar de bal draaien bij de voorhand, maar de handrug draaien naar de bal bij de backhand. En dat is eigenlijk de enige tip, zullen we het noemen, dat we willen meegeven aan de mensen om de volley te doen lukken. We spelen daar ook met een blokvolley, dus de bewegingsactie is echt heel, heel beperkt. Goed, en dan komen we in fase 4. En fase 4 is gelijkaardig aan fase 3. En tot slot hebben we opnieuw dat gaan integreren, die clubintegratie die we daar al een beetje willen krijgen met die begeleide trainingsvorm. Oké. Ik ga hier wat sneller door. Waarom? Omdat je zal merken dat we de sporttechnische kaders praktisch niet gewijzigd hebben. Het is eigenlijk zo dat alle fases die we daarnet gezien hebben, dat die eigenlijk opschuiven. Dus fase 1 dat je nu ziet, was eigenlijk fase 2 daar straks. Fase 2 dat je nu ziet, was eigenlijk fase 3 daar straks. Dus ook dat schuift weer op. En fase 3 bij het premium level was de laatste fase bij het basic level, dus fase 4. Wat we wel hebben toegevoegd, uiteraard, is de vierde fase die dat je hier ziet en die, toch wel even, die dat we toch wel even samen gaan overlopen. De greep verandert niet, omdat we die al correct hebben gecreëerd, ook in het basic level. Verplaatsing blijft ook hetzelfde als in het basic level, omdat we daar ook al rond de verre verplaatsingen hebben gewerkt, maar het is wel zo dat we in het premium level in fase 4 gaan spelen met een overgangsbal op een heel terrein. Met andere woorden, de horizontale verplaatsing zal hetzelfde blijven, maar de verticale verplaatsing zal groter worden. Dus in balans comfortzone zal nog wel uitgebreider worden. Goed, qua vorm willen we om ook weer die ontspanning en zo verder goed te krijgen. Gaan naar een plattere lust. Dus we willen nog niet de volledige lust, zoals dat we onze gevorderde volwassenen willen zien maken, gaan we hen nog niet aanleren. Maar we willen al wel het cirkelvormige in de arm gaan creëren. En dat bedoel ik niet cirkelvormig zo, maar uiteraard in het verticale vorm. Goed. Ook in de backhand kan je dat doen, waarbij dat de raketkop dus boven de polsen blijft wanneer dat je de voorbereiding of de rotatie gaat maken naar opzij en waarbij dat die racketkop gaat vallen wanneer dat de bal botst. Goed, die vorm is belangrijk omdat we bij deze mensen ook, en dat zal je zien in de oefenstof, dat we die niet alleen de ruimtedruk willen gaan laten toepassen, maar ook de tijdsdruk willen gaan laten toepassen in de oefeningen. En we willen hen dus de bal sneller kunnen laten doen vliegen. Nu, om snelheid te kunnen gaan spelen, hebben we spin nodig. Anders gaan we heel veel, of gaat de foutenlast enorm hoog liggen. En dat is natuurlijk niet wat we willen krijgen, want we streven naar het lukken, hè, naar het spelen van een rally. Dus die spin wordt daar redelijk belangrijk als we dat succesvol willen houden. Het ritme gaat, omdat we de snelheid van de bal willen verhogen, gaat van traag-traag naar traag-snel nu. Met dezelfde reden als de vorm eigenlijk. Het gevoel en de ontspanning die we willen meegeven is dat we hen een bepaalde aandacht of een bepaalde manier van aandacht hebben in de rally willen gaan aanleren. Ja, waarbij dat we hen eerst willen breed kijken, dus het visualiseren van zowel de bal als de tegenstander als de bal ver weg is van zichzelf. Maar wanneer het de bal naar hen toe komt, dat we eigenlijk gaan inzoomen op die bal en dat we eigenlijk onze aandacht veel eerder gaan leggen op de bal. Natuurlijk houden we achterliggend de aandacht nog wel breed en zien we als het ware op een wazige manier de tegenstander nog wel bewegen. Goed, dit doen we om ervoor te zorgen dat we ons op een correcte manier kunnen gaan positioneren in het terrein. Ja. Daarmee geven we onmiddellijk mee dat als we merken dat als we een makkelijke bal gespeeld hebben en we willen ons klaarmaken voor die volgende bal te gaan ontvangen, dat we dan misschien beter een pasje naar achter doen om ervoor te zorgen dat we al iets meer tijd hebben om die bal te gaan terugspelen. Maar tegenovergestelde ook, als we merken dat we echt een goede bal gespeeld hebben, dat we ons ook al een beetje meer in het terrein gaan plaatsen, omdat we toch wel die kortere bal verwachten.
Dus fase 4, daar komen echt al wel een aantal tactische elementen aan bod. En dat doen we heel bewust, omdat onze ervaring leert dat die mensen die een rugzak hebben vol bewegingservaring, dat dat mensen zijn die in een andere sport ook al competitievormen beleefd hebben en dat die echt wel die wedstrijdjes graag spelen en dat daar vaak iets meer winnersmentaliteit bij komt kijken. Ik hoop dat het voor jullie een beetje tot inzicht heeft geleid, dat jullie daarin kunnen vinden. Maar ik denk alleszins dat de sterkte van deze sessie is dat je enerzijds een sporttechnisch kader hebt, anderzijds zal je zometeen merken dat die oefenvormen echt wel volledig passen binnen dat sporttechnisch kader. En dat je eigenlijk op die manier een soort van lesvoorbereiding, lesaanpak hebt, die je kan gaan toepassen in een lesreeks starter tennis. Voor zij die een bepaalde manier van organisatie hadden voor hun starter tennisreeks, kan de periodisering misschien ook inspirerend werken. Ik moet zelf zeggen, wij werken bij ons op onze club op de manier hoe dat we het hier presenteren. En wij merken toch wel echt dat er een soort van groepsgevoel ontstaat binnen die starter tennissers. En ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat de starter tennissers die daadwerkelijk willen blijven in de sport en dus ook zullen inschrijven voor een lessenreeks, dat we hebben dat een tweetal jaar geleden eens een keer onderzocht bij ons, dat op 80% ligt. Dus dat is toch wel iets dat we zeker moeten meenemen, dat niet onbelangrijk is. Dankjewel, Nick. Blijf erbij, Nick, want er zijn nog een aantal vragen in de chat gekomen. Toch een tweetal interessante die we eventjes als herkenbare vraag zeker zien en zeker een antwoord ook vereisen. Backhand, Nick, enkelhandig of dubbelhandig is een regelmatig terugkerende vraag. Hoe sta jij daar tegenover? Hoe ik daar persoonlijk tegenover sta, in principe merken we dat bij die startende volwassenen, zeker in basic level dus, dat die enkelhandige backhand toch een moeilijke is. Dat die vaak eerder gaan kiezen voor een dubbelhandige. Hoe dat wij het bijvoorbeeld bij ons op de club aanpakken, is dat we eigenlijk een soort van keuzemoment organiseren. Op het moment dat we eigenlijk met backhand starten, leggen we heel kort uit, op 1 minuut, hoe dat we de dubbelhandige backhand willen spelen. En op 1 minuut hoe dat we de enkelhandige backhand willen spelen. We laten de mensen alle beide slagen 5 minuten testen. En op die 5 minuten maken zij de keuze. Die keuze is niet definitief. Als wij als trainer zien dat bijvoorbeeld in de backhand de linkerhand echt wel, of de niet-dominante hand, sorry, echt wel storend werkt. Ja, dan gaan we misschien wel eens met die speler aan de slag om een enkelhandige backhand te gaan aanleren. En zien hoe zij daarop reageren. Maar ik denk dat dat iets is dat, ja, echt wel persoonlijk is. Maar ik vind het een hele goede vraag, omdat in het kidstennisverhaal is standaard, we leren dubbelhandig aan en we kijken wel hoe het kind evolueert en misschien schakelen we in oranje of groen over naar die enkelhandige bekken. Terwijl dat als ik kijk in de starter tennisreeks dat ik al gegeven heb, dat we daar toch wel mee een verdeling zitten van 60, 40, 70, 30. Die dat kiezen voor die enkelhandige. Hè? Dus 30 à 40% dat toch wel kiest voor die enkelhandige. Plus, ik moet ook meegeven dat de enkelhandige vaker bij het mannelijke geslacht toch wel de overhand neemt. Maar ook weer wil ik meegeven dat degenen die dat daar naartoe gaan, dat ik ook wel merk dat dat mensen zijn die al bewegingservaring hebben, sportgerelateerd dan. Dankjewel, Nick. Een andere zeer herkenbare vraag ook. Kunnen we er wel in slagen om de starters gedurende de sessie van 8 uur voldoende te motiveren om te blijven spelen met die oranje bal? En zeker herkenbaar, regelmatig komt die vraag wel, wanneer mogen wij overschakelen? Hoe kunnen we hen daarin motiveren? Wel, ik denk heel eenvoudig. En om eerlijk te zijn, heb ik daar eigenlijk nog nooit problemen mee gehad in het verleden. Omdat we ze simpelweg van bij de start van de lessenreeks motiveren. Hoe ik eigenlijk altijd mijn lessenreeks bij starter tennissers start,
is, oké, kijk, jullie zijn hier allemaal een groep. Ik weet totaal nog niet welk niveau dat jullie hebben, maar ik beloof jullie, op het einde van deze lesreeks spelen jullie een wedstrijd. En dan zie je die ogen opengaan bij die mensen en denken van, ja man, je bent ons aan het voorliegen, deze ga jij niet kunnen bereiken met mij, want ik heb totaal geen balgevoel. Ah, wel, het is zelfs de persoon, allee, er zijn er nog maar heel weinigen, waaronder mijn eigen vrouw, die dat ik nog niet tot het spelen van de rally heb gekregen. Dus ja, kijk, ik denk dat spelen van die rally, dat een belangrijkste motivationele factor moet zijn binnen Started Tennis. Ik zeg het, de ervaring leert mij dat mensen ja, daar eigenlijk weinig vragen bij stellen. Alleen de mensen die echt wel behoren tot dat premium level, die goed bewegelijke voetballers of die handige volleyballers of wie dan ook, dat die daar wel nood aan hebben. Maar ja, kijk, die groeien ook door, hè, in dat premium level naar fase 4 met een overgangsbal op een groot terrein. Dus dan is dat probleem ook van de baan. Oké, dankjewel Nick voor die heldere en herkenbare uitleg ook. Welkom in deze tweede sessie van onze Start Tennis webinar van 2021. In deze sessie willen we jullie een aantal oefenvormen tonen die perfect aansluiten bij het sporttechnisch kader dat we jullie zo net hebben gepresenteerd. We willen jullie ook al meegeven dat deze oefeningen absoluut geen rocket science zijn en dat er absoluut niets spectaculairs aan is, maar het geeft wel een beeld van welke oefeningen aansluiten bij het sporttechnisch kader. De oefeningen die zullen getoond worden zijn eveneens basisversies van de oefeningen zoals wij ze zien. En je moet u ervan bewust zijn dat deze oefeningen om uitbreiding vragen. Zo is het de bedoeling dat je zelf een aantal variaties bedenkt, maar deze variaties zijn niet erg moeilijk te vinden wanneer je denkt dat je werkt met volwassen spelers en dat hun vraag naar het spelen van een rally of een wedstrijd enorm hoog is. De oefeningen die wij jullie zullen tonen zijn dus vaak basisversies waarbij nog geen rally aanwezig is, zeker in de eerste fase. Maar dit wil niet zeggen dat je zelf als trainer kan opbouwen in die verschillende oefeningen om tot een rallyvorm te komen. Je zal ook merken dat dit nodig is om de tijdspannen die we voorzien hebben in de periodisering te gaan vullen. Dus de oefeningen die we nu tonen gaan zeker niet een hele les vullen, maar zal je moeten vullen met je eigen inbreng. Ook voorzien we geen tijd in de oefeningen voor opslag in te oefenen. En dat is een bewuste keuze, omdat we eigenlijk de opslag willen integreren in de verschillende oefeningen die, of in de variaties die je kan brengen in de oefeningen die wij nu gaan laten zien. Hoe wij het zien is dat de les standaard start met een opwarming om vervolgens eerst aan de slag te gaan met de opslag en deze technisch te benaderen bij de mensen. Om vervolgens een kort oefenmoment te voorzien en er dan mee aan de slag te kunnen gaan in de oefeningen. Er zijn namelijk tal van oefeningen waarin dat je een bovenhandse opslag als aanspeelbal zou kunnen laten gebruiken in plaats van het gewone aanwerpen of het onderhands aanspelen. Ook is het de bedoeling dat we voldoende tijd nemen doorheen de starter tennislessen binnen de oefeningen, omdat de mensen toch wel wat technische feedback vragen. Als we te snel of te veel variaties willen brengen in één oefening, zal misschien eerder de nadruk gaan liggen op het voorzien van leuke oefeningen, wat zeker niet onbelangrijk is. Maar het is ook zeker belangrijk om voldoende technische ondersteuning te kunnen bieden aan de mensen, zodat een rally snel kan ontstaan. Je zal ook merken dat er in de oefeningen geen kistoefeningen zitten. En ook dat is een bewuste keuze, omdat we de mensen zoveel mogelijk activiteit willen geven en ons zoveel mogelijk de tijd willen geven om de spelers technisch bij te sturen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het best lukt wanneer dat we onszelf in de rol als coach gaan plaatsen en dus bij spelers kunnen gaan staan om daar te gaan technisch bijsturen. In kistoefening staat dit ook toe, maar dan is de tijd
eerder meer verdeeld over de spelers. En nu kunnen we eigenlijk meerdere spelers tegelijkertijd van feedback voorzien. Bij de keuze van de oefenstof hebben we ook rekening gehouden met het materiaal dat nodig zal zijn om de oefenstof te organiseren. Met een aantal strips, stippen en potjes kom je al een heel eind ver. Dit zal je ook merken in de oefeningen die we aan jullie zullen tonen. We willen jullie ook even bewust maken van de reden waarom we ervoor kiezen om voor het basic level een oranje bal te gebruiken en in het premium level op het einde een overgangsbal. Dit zal ervoor zorgen dat de bal lager stuit, wat toch al een moeilijkheid minder is voor de volwassenen. Ook zal dit de controle over de bal en over het racket bevorderen. Als eerste oefening ter opwarming van fase 1 hebben we ervoor gekozen om te gaan voor vangwerptennis. Vangwerptennis, omdat dit toch onmiddellijk het spelidee bij de mensen bevordert. Hier zijn echter een aantal cruciale punten om meteen mee te geven aan de spelers. Het eerste punt is, zoals je net zag, dat de bal dalend gevangen moet worden, omdat we straks ook de spelers gaan vragen om de bal dalend te gaan raken wanneer zij een bal terugspelen. En het tweede punt, technische punt, dat we willen meegeven aan de spelers is het puntje steun, waarbij dat ze moeten proberen ervoor te zorgen, voordat zij contact maken met de bal, de voeten beide plat op de grond te zetten en dit liefst in de frontale houding, zodat het vrij voor vangen bevorderd wordt. In deze oefening zie je de basisoefening. Je kan deze uiteraard uitbreiden naar een oefening waarbij er twee ballen over en weer gegooid worden, zodat beide spelers actief bezig zijn. Waar we in de eerste opwarmoefening de balvaardigheid van de mensen op de proef hebben gesteld, gaan we in de tweede opwarmoefening de raketvaardigheid wat testen bij de mensen. Wat gaan de oefeningen zijn? Ze gaan de bal moeten optikken, maar dit wel met de juiste greep, met een verlengde greep dus zoals je nu ziet, waarbij dat men de beweging maakt vanuit het schoudergewricht en de pols eerder stabiel blijft. Je kan dit nadien gaan variëren door de spelers de bal over een lijn te laten tikken en op deze manier een rally te spelen met elkaar. Opnieuw behouden we wel de voorgaande technische aspecten, namelijk de bal dalend raken en ervoor zorgen dat men in steun staat voordat men de bal gaat spelen. Hier zien we de eerste oefening van de allereerste les start de tennis rond de slag forehand. De twee spelers starten tegenover elkaar op een rood terrein zonder net, zodat we hen nog een beetje raket- en balvaardigheid of balervaring kunnen laten opdoen. Ons doel in deze oefening is om ervoor te zorgen dat de spelers een correct contactpunt kunnen vinden schuin voor het lichaam, waarbij we graag zien dat de elleboog steeds vrij is van het lichaam. We laten de spelers eerst een tussentoets doen of een controletoets doen, zodat zij dit raakpunt tweemaal kunnen vinden doorheen de oefening, nadat zij een bal zelf hebben opgeworpen naar een stip die binnen hun comfortzone ligt, zodat de verplaatsing beperkt blijft. We vragen aan de spelers om ook de openstand toe te passen, maar zoals je nu ook ziet, zullen volwassen spelers vaak de gesloten stand opzoeken. Maar we raden dit eigenlijk af, omdat dit het contactpunt of het zoeken van het contactpunt moeilijker maakt. De tweede speler zal de bal naar de tweede bots controleren, zodat ook hij de neiging krijgt om te wijken voor de bal of naar achter aan te passen, want dit is voor vele spelers ook een onnatuurlijke beweging. De tweede oefening in de forehand is een oefening waarbij we de nadruk leggen op de verplaatsing in de breedte van het terrein en waarbij we met drie zones werken, A, B en C. Waarbij de bedoeling is dat de spelers voornamelijk de bal terugspelen vanuit zone B, omdat dit ervoor zorgt dat zij een beperkte verplaatsing moeten maken. We spelen op een verkort terrein en dit om de uitzwaai kort te houden, om dat te gaan uitlokken bij de mensen.
Het doel van deze oefening is uiteraard de vorm kort-kort te krijgen, maar dit ook met een correct contactpunt. We proberen opnieuw de mensen zich bewust te maken van het feit dat ze nog frontaal mogen staan, zodat het contactpunt makkelijker gevonden kan worden. Uiteraard is het de bedoeling, doorheen verschillende oefeningen die we jullie zullen presenteren, dat we gaan opbouwen in de oefeningen naar rallyvormen. Dit is al wel een rallyvorm, maar uiteraard kan je opbouwen naar het rechtstreeks terugspelen van de bal of het eerst terugspelen met een tussentoets. Nu komen we aan bij de oparmoefening wanneer we backhand gaan doen. Dus dat is de tweede les in de periodisering. Deze oefening is gelijkaardig aan de oparmoefening van forehand. De bedoeling is echter dat we mensen leren de correcte greep te nemen. Hoe dat je het nu afgebeeld ziet is een trucje om dit te kunnen doen. De bedoeling is dat mensen hun racket verkort vastnemen, zodat de linkerhand of het niet-dominante hand onmiddellijk klaar zit voor de backhand. Op deze manier leren we ook de mensen te sturen met de linkerhand, wat toch wel de bedoeling is wanneer we de backhand gaan spelen. In de eerste oefening van de backhand integreren we onmiddellijk de forehand. Dus degene die de bal gaat aanspelen, speelt de bal met forehand om zo voldoende herhaling te voorzien van de eerste les. Ook hebben de mensen al iets meer balervaring en gaan we dus sneller kunnen komen tot een situatie waarin dat zij de bal over het net terugspelen. In deze situatie is het de bedoeling dat beide spelers een kleine verplaatsing maken, de ene voor de forehand, de andere voor de backhand, waarbij men dus de bal met backhand gaat terugspelen met de vorm kort-kort. De bedoeling is dat zij een juist contactpunt vinden schuin voor en dit met de correcte grepen, dus de dominante hand in hamergreep en de niet-dominante hand in de eastern backhand greep. We laten de spelers eenzijdig starten, zodanig dat zij nog niet moeten zoeken naar de correcte greep, maar dat zij onmiddellijk kunnen starten met de juiste grepen. Voor les 1 in backhand, in fase 1 dus, voorzien we voor jullie ook een tweede oefening. Voor deze oefening plaatsen we de beide spelers aan de buitenzijde van het terrein, dus de speelbasis ligt aan de zijlijn van het terrein, en verdelen we het terrein opnieuw in 3 zones in de breedte, waarbij de spelers proberen de bal te tikken in de centrale zone van de andere speler. De spelers starten eenzijdig met een correcte greep, om op die manier met een licht opwaartse raketbladstand een contactpunt te maken schuin voor hun. We proberen ook hen bewust te maken van het feit dat herplaatsen zeer belangrijk is om correct klaar te staan voor de volgende bal. We spelen op een verkort rood terrein, zodat we de vorm kort-kort uitlokken. En op deze manier kunnen de spelers aan greepgewinning doen met de niet-dominante hand. In de volgende oefening gaan we opnieuw ter opwarming vangwerptennis spelen, waarbij één speler de één bal onder de oksel steekt en de andere bal gaat aanwerpen naar de tweede speler. De eerste speler krijgt een brede strooihoek om in te werpen, zodat de verplaatsing evolueert van easy naar medium. Waarom steken we de bal onder de oksel? Omdat we de vorm kort-lang willen krijgen, dus de voorbereiding blijft kort, maar we willen de arm wel soepel en los lang zien doorbewegen. En wanneer men dat doet, zal men merken dat de bal onder de oksel uitvalt. Wanneer dat niet zo is, heeft men dus kort bewogen. In de eerste oefening van fase 2 in de les forehand merk je dat we overschakelen naar een oranje 1 terrein. Dit doen we bewust omdat de vorm in fase 2 evolueert van kort-kort naar kort-lang. We willen dus dat de spelers met een soepele slingerbeweging de arm kunnen doorstrekken naar het contact en eindigen op de schouder. Op deze manier lok je ook een langere baltraject uit. We verdelen het terrein in 2 zones. Een korte zone, namelijk zone 1, die dat jullie daarnet gezien hebben, en zone 2, de diepe zone voorbij de service line. Zij proberen beide de bal in zone 2 te spelen. Op deze manier moet de ontvangende speler ook voldoende achterwaarts verplaatsen om de bal correct te kunnen ontvangen. In dit geval gebeurt het met een tussentoets en dan een vangbeweging.
Je merkt ook dat de zelf opgeworpen bal, dat die iets verder wordt opgeworpen om ervoor te zorgen dat de mensen een mediumverplaatsing moeten maken, dus tot aan het tweede stripje. En ook dat is dus een evolutie van fase 1 naar fase 2. Ook hier kan je weer opbouwen naar meer rallyvormen om ervoor te zorgen dat het spelidee van tennis nog meer aanwezig is dan in de oefening die je hier ziet. Vervolgens zien we voor fase 2, wanneer we aan de les backhand toekomen, een volgende basisoefening. Uiteraard is het de bedoeling dat we nog steeds werken rond de mediumverplaatsing en dat we proberen de vorm kort-lang te bewerkstelligen. Dit doen we opnieuw net zoals in de forehand door het rijden in twee zones te verdelen, zone 1 en zone 2, waarbij de spelers proberen de bal telkens in zone 2 te spelen. De spelers starten eenzijdig en dit om de moeilijkheid van de greepwissel nog even uit te stellen, waardoor dat spelers de basisslagen wel met de correcte greep standaard zullen uitvoeren. De vorm blijft kort. We proberen dan ook bij de spelers een open voetenstand te krijgen, waardoor de frontale houding vaker zal aangenomen worden. Maar zoals je hier al ziet in het filmpje, zullen mensen heel snel de neiging hebben om net iets te ver naar achter toe te gaan met hun racket. We starten dus in starthouding. Uiteraard blijven basiszaken belangrijk. Steun zoeken voor de slag. Een correct contactpunt schuin voor het lichaam is zeer belangrijk. Dan proberen we de focus te leggen bij de mensen op het gebruik van de niet-dominante hand. En daarbij kunnen we refereren naar de oefeningen die we in de voorgaande lessen gedaan hebben, waarbij men uitsluitend met een niet-dominante hand speelde, om er zo voor te zorgen dat zij nu, wanneer ze met twee handen spelen, toch ook de slag gaan voelen met hun niet-dominante hand. In de volgende oefening in fase 2 bij forehand delen we het terrein eigenlijk op in vier kwadranten. Zone 1 en 2 als zijnde de zones in de lengte en de forehand zijde en de backhand zijde. De eerste speler start in de backhand zijde, de tweede speler start op de service lijn aan de overzijde. In deze oefening gaan we de opslag integreren, wat wil zeggen dat de speler 2 in dit geval dus de bal zal aanspelen met een opslag. Zoals je ziet zal de speler de opslag uitvoeren vanuit een frontale houding, waarbij we hen in eerste instantie gaan vragen om de semi-continental greep te gaan hanteren. Omdat we weten dat de hamergreep of de continental greep bij volwassenen toch soms wel een pijnpunt is. Op deze manier maken we het de mensen dus comfortabeler. De eerste speler zal de bal nadien proberen spelen in de diepe zone. En doordat we de speler op de servicelijn laten starten, laten we ook hem een medium verplaatsing maken, maar dan naar achter. Op deze manier zien we dus dat de spelers ver moeten gaan aanpassen naar achter toe om vervolgens de steun te vinden. Nu komen we aan in fase 3 van het proces. In fase 3 van het proces voorzien we eigenlijk een volgend moeilijk punt dat we toch wel merken bij startende volwassenen, namelijk de greepwissel. Vele spelers, vanaf dat we overschakelen van eenzijdig naar het tweezijdig tennis, merken we dat er verkeerde grepen worden gehanteerd en willen we die toch wel even uitlichten in aparte oefeningen. In dit verhaal is het de bedoeling dat we de mensen de kans geven om in eerste instantie de greepwissel visueel te gaan controleren. Dus op deze manier geven ze zichzelf eigenlijk de tijd om te kijken naar hun greep en te controleren of dit oké is. Vervolgens gaan zij de bal onmiddellijk terug opspelen en moeten zij eigenlijk de greepwissel uitvoeren wanneer de bal in de lucht zit. Zij gaan niet de tijd hebben om de greepwissel visueel te controleren, daarvoor gaat de oefening te snel. En gaan zij dit dus moeten gaan doen op gevoel. En dat is het punt waar dat we toe willen komen in de greepwissel, dat zij dit op gevoel kunnen gaan switchen. Op deze manier gaan zij dus aan de slag in de volgende oefening.
Wat we eveneens in fase 3 willen integreren bij de spelers is het bewegen zonder bal, de triplings genaamd, en de correcte splitstep. In de volgende oefening kunnen we deze dus trainen. In de splitstep willen we natuurlijk ook wel een correcte houding zien die dat zo net afgebeeld werd. Aangezien de greepwissel het aandachtspunt is in fase 3, gaan we eerst de backhand isoleren in een oefening waarbij er nog steeds een medium verplaatsing plaatsvindt. Speler 1 werpt de bal simpelweg aan, speler 2 zal de bal terugspelen. We verdelen het terrein in 4 kwadranten, zone 1A en 1B en zone 2A en 2B. Waarvoor de 1 en de 2 staan voor de lengte waarin we moeten spelen en A en B de richting. We gaan hen dus ook richtingscontrole aanleren en dit leren we hen aan door al iets meer schouderrotatie te krijgen, maar nog altijd een vorm relatief kort houden. De schouderrotatie op de schouderlijn zal bepalen in welke richting zij de bal moeten spelen. Eveneens dienen de spelers te starten in een aandachtshouding, waarbij het toch wel belangrijk is dat het racket rust op de linkerhand, zodat deze ontspannen blijft. En vervolgens afwisselend in zone 2A en 2B te spelen. De focus van de oefening ligt dus heel duidelijk op de greepwissel, welke in deze oefening op gevoel zal moeten worden uitgevoerd. Aangezien we in fase 3 tweezijdig spelen, hebben we de kans om in één en dezelfde oefening zowel voorhand als backhand te integreren. We delen het terrein opnieuw in 4 kwadranten met de bijhorende benaming, om ervoor te zorgen dat we zowel rond lengtecontrole als richtingcontrole kunnen werken. Ook zie je dat we de opslag reeds integreren in de oefening en dat de opslag zal uitgevoerd worden vanuit een beperkte gewapende houding. De trophy houding wel eens genoemd. De speler die start met de opslag zal eerst zeggen naar welke zone deze gaat spelen. En vervolgens gaat de andere speler proberen de richting als ook de lengte te spiegelen. Dit is eigenlijk ook een tactisch element dat we willen meegeven aan de mensen. Namelijk dat wanneer zij een bal spiegelen, dat zij vaker of meer kans hebben om te lukken. Doordat de opslagspeler eerst zegt naar waar hij de bal zal spelen, is het ook mogelijk om als tweede speler op voorhand de voorbereiding te maken, dus weg te draaien en indien nodig de greepwissel uit te voeren. En op die manier kan er ook nog even een visuele controle plaatsvinden. Vervolgens komen we aan in fase 4. In fase 4 gaan we de vorm laten evolueren van kort-lang naar lang-lang, waarbij er dus schouderrotatie zal zijn. Maar een nog belangrijkere evolutie is de evolutie van het ontvangen, namelijk het breed kunnen ontvangen. En dat is hetgeen wat we in de eerste opwarmoefening gaan aanpakken. In het breed ontvangen spreken we ook wel eens van de balanscomfortzone. En in deze oefening gaan we de balanscomfortzone van de spelers testen. De bedoeling is dat de spelers de bal trachten te vangen van op elk potje en dat ze kijken op welk punt zij nog in balans kunnen komen te staan. Het punt van balans beoordelen we niet meer op basis van het feit dat de beide voeten plat op de grond kunnen blijven staan, want dat is niet meer altijd haalbaar. Maar gaan we eerder beoordelen op basis van de lichaamsas. Wanneer de lichaamsas recht of zo goed als recht boven het steunpunt kunnen komen te staan, in het vorige geval de rechtervoet, dan spreken we van in balans spelen of in steun spelen. Dus dat is eigenlijk een beetje het doel in de oefening. Willen we in fase 4 het dubbelspel en de daarbij horende volley integreren. Volley is nog iets zeer abstract, aangezien daar nog niet over gesproken is geweest in de vorige fases, en willen we de slag dus ook zo eenvoudig mogelijk houden. In fase 4 spreken we dan ook van de blok of de vangvolley, waarbij we voornamelijk willen creëren dat de spelers het racket achter de balbaan kunnen houden om de bal te kunnen gaan vangen in de snaren, en dat men in de backhand ervoor zorgt dat men de polskanteling krijgt, waardoor men de bal met de juiste, of het juiste raakvlak van het racket de bal kan gaan terugspelen.
Dit oefenen we in deze eenvoudige opwarmoefening. In de eerste oefening van fase 4 integreren we onmiddellijk het dubbelspel en laten we de spelers starten met een medium tot wide verplaatsing. De oefening zal doorgaan op een oranje tweeterrein, maar weliswaar tot aan de dubbellijnen, zodat er zeker breed genoeg ontvangen kan worden. De netspelers wachten nog even buiten het terrein en nemen vervolgens de plaatsen in aan het net, zodat de bewustwording van de juiste positionering in dubbelspel aanwezig wordt. De spelers trachten in de oefening te spelen met de vorm lang-lang. Dus we willen graag een schouderrotatie zien in de voorbereiding, waarbij de schouderlijn wijst naar waar zij de bal willen spelen. En op de bots van de bal is het de bedoeling dat zij hun voorbereiding eindigen. Dus de bots van de bal is een belangrijk referentiepunt. Ook de manier van kijken naar de bal en naar het terrein willen we meenemen naar deze oefening. Zo willen we dat de speler de focus houdt smal op de bal, maar ook wel breed op het terrein om te kijken wat de andere spelers in de wedstrijden doen. In het dubbelspel wordt hier dus ook de blokvolley toegepast om aan het net tot een spel te kunnen komen. We zitten in fase 4. Spelers hebben dus stilaan veel meer nood aan het spelen van rally en dat is ook wat we hiermee willen trachten te bereiken. In de tweede oefening van fase 4 gaan we opnieuw met dubbelspel aan de slag, maar laten we alle spelers starten achter de achterlijn, waarbij dat de trainer één bal in het spel werpt, zonder dat de speler weet naar welke zijde dit gaat, waardoor men verplicht is te starten in die aandachtshouding en men opnieuw de greepjesrol op gevoel zal moeten uitvoeren wanneer dit nodig is. In de vorige oefening hebben we getraind op het nemen van de juiste posities in dubbelspel, of hebben we dit aangeleerd, en dit gaan we hier verder gaan inoefenen. De spelers moeten dus kijken welke situatie er ontstaat op het terrein en vervolgens de juiste posities innemen. Ook de blokvolley wordt nog steeds toegepast in deze oefening om ervoor te zorgen dat men aan het net kan deelnemen aan het spel. En we gaan opnieuw aan de slag in rallyvorm of zelfs wedstrijdvorm, omdat dit wel kan in fase 4. Komen we aan in fase 5, of de fase die bedoeld is voor de premium speler. De speler die al wel wat balervaring heeft of ervaring in balsporten heeft en die vaak nog meer nood heeft aan actie en beweging, daarom dat we overschakelen naar het enkelspel terug. Ze hebben ondertussen wel wat ervaring, dus we gaan onmiddellijk ook starten vanuit wedstrijd- of rallyvormen. Technisch gezien ontwikkelen we hier een platte lus bij de spelers en willen we een ritme creëren dat traag gaat bij de start en snel wanneer men naar de bal toe beweegt. Hierdoor creëren we spelers die ook snellere ballen kunnen spelen en kunnen we hen niet alleen maar laten lukken of elkaar onder druk laten zetten door middel van de ruimte, maar kunnen we ook de tijd gebruiken om druk uit te oefenen op de spelers. In deze oefening van fase 5 van het premium level willen we de spelers zowel met ruimtedruk als met tijdsdruk laten spelen. Dit gaan we ook meteen linken aan de start van de rally, wat een belangrijk moment is en waarop onmiddellijk druk kan gezet worden door de terugslagspeler. Voor de opslagspeler zal dit nogal moeilijk zijn in deze fase van zijn ontwikkeling, maar voor de terugslagspeler is dit zeker mogelijk. Ook willen we de spelers laten zoeken naar de open ruimte in het terrein om daarin automatisch te gaan spelen en het punt te kunnen scoren. Vele van onze premium spelers zullen dit wel begrijpen, aangezien dit bekende tafereel zijn in andere balsporten zoals voetbal. Dit was de oefenstof die we voor jullie in beeld hebben gegoten. Toch voor jou een aantal vragen die wij hebben. Ik wil eens even dat je dieper ingaat op het belang van die bal voor gaan vangen, Niek. Kan je daar eens wat dieper ingaan waarom we daar zo de nadruk op moeten leggen? Wel, we willen eigenlijk dat mensen heel snel komen tot lukken. En om te komen tot lukken is het spelen van een boogtraject toch wel belangrijk. En dan is één, het juiste contactpunt vinden, dus schuin voor het lichaam, is toch wel belangrijk om veel controle te hebben.
Maar twee, wat ook niet onbelangrijk is en wat daar vaak over vergeten wordt, is dat als mensen de bal kunnen laten dalen en dalend terugspelen naar de overzijde, dat men dan eigenlijk veel makkelijker een boogdrijf krijgt. Maar dat is ja, een stap dat we wel eens durven overslaan, omdat we later naar meer gevorderde spelers ja, toch wel willen gaan naar ofwel de bal hoog raken, op het hoogste punt van de bal, of de bal stijgend nemen. Maar ik denk dat als we in het start tennis verhaal kijken, dat we toch maar meer moeten gaan naar het laten uitzakken van die bal. En dat daardoor makkelijker ja, we komen tot het spelen van een boogstrijk en dus ook tot het lukken. Dankjewel. We hebben nu die oefenstof voor ons als coach. Nico, gaan we die best gaan gebruiken in de club? Wel, in de eerste vooral wil ik eigenlijk al benadrukken dat als we in deze format starten tennis organiseren, en dan zie je ook aan de oefeningen, dat er eigenlijk praktisch geen kistoefeningen worden georganiseerd. Ik vind dat zelf een heel handige manier om te werken, omdat je ja, dan kan gaan positioneren bij de spelers. En omdat ja, als je met iets start, is het toch wel heel belangrijk dat je de zaken leert aanvoelen. En dat je dat dan ook als trainer kan laten aanvoelen aan de mensen. Dus dat vind ik belangrijk, dat we eigenlijk zo wat meer de rol op ons nemen als zijnde, we laten de mensen het correct aanvoelen. Anderzijds zijn we eigenlijk de wakers van de techniek, dus we zorgen er eigenlijk op die manier voor dat we de twee spelers die echt op iets technisch aan het trainen zijn, of in bepaalde oefeningen zelfs de vier spelers, dat we die continu in het oog kunnen houden en eigenlijk onmiddellijk kunnen bijsturen wanneer dat we een bepaald technisch iets zien aangepast worden, misschien onbewust, zonder dat de persoon het zelf weet, maar dat we daar wel onmiddellijk die feedback op kunnen geven, zodat de correcte uitvoering onmiddellijk terug tot stand komt. Oké, nog een vraag van Jury. De volley. Is er de aandacht waarbij we ja, de focus enkel gaan leggen op het blokken van de bal, maar waarom nog geen aandacht aan het instappen? Wel, omdat we gaan er eigenlijk vanuit, we zijn ervan uitgegaan van oké, we willen, zoals de titel het zelf zegt, een raket voor iedereen. We willen het echt heel eenvoudig houden. En we hebben vier fases, dat wil zeggen dat we in die vier fases vier lessen hebben zitten. En ik denk dat we in die vier fases eigenlijk best al wel wat stof hebben geïntegreerd om de mensen te laten verwerken. Als we dan nog komen tot ja, het uitgebreid gaan zien van die volley, dan zou het voor sommige mensen misschien wel te veel kunnen worden. Nu, ik vind het op zich een goede vraag en er kan zeker over gediscussieerd worden, want anderzijds, als we naar het premium level kijken, denk ik dat het misschien weer wel opportun is om misschien al iets meer schouderrotatie en beenactie te krijgen. Maar ik denk dat als we werken met die basic levelers, dat we het echt simpel moeten houden en dat we tevreden moeten zijn met als we in dat dubbelspel zitten en de volley kan op die moment defensief gebruikt worden in plaats van offensief, dat we daar al tevreden mee moeten zijn. En degenen die ja, dan echt daadwerkelijk offensief ingesteld zijn, die zullen wel een beenactie koppelen aan de armactie. En dat zal dan misschien niet altijd de correcte beenactie zijn, maar belangrijk is dat we doorheen de slag ja, ons lichaam eigenlijk door een bal laten bewegen. Dat als we een bepaald contactpunt op een bepaalde plaats maken, dat we, als we dan een beeld gaan maken van wanneer dat we gaan terug herpositioneren, dat ons lichaam eigenlijk verder staat dan dat contactpunt. En maakt het dan voor starten tennis zoveel uit, of dat dan nu het linkerbeen was of het rechterbeen was in backhand volley. Goh, ik denk dat al wat verder gaat en dat misschien van belang gaat zijn op het moment dat we wat meer backspin in die volley willen krijgen. Maar als we echt een offensieve volley willen spelen en we kunnen met ons lichaam vooruit bewegen, dat al wel voldoende zal zijn.
Oké, Evert stelt eventjes een vraag. Ja, nu in de coronatijd en de beperkingen die we hebben, komen we inderdaad terecht met drie spelers en een begeleider. Mogen we maximum met vier training geven? Nu, ik denk dat we de oefenstof die aangeboden en gepresenteerd is, zich daar ook uitermate voor schikt. En we kunnen perfect de coach ook als vierde speler gaan integreren. En die oefenstof ook vandaag onmiddellijk gaan gebruiken. Mag ik daar even op inpikken, Dieter? Absoluut. Het is een heel frustrerende regel, omdat het heel de lesplanningen in de war brengt, ook bij ons. En wij gaan het nu niet meer zo doen, maar wij hebben het wel in het verleden gedaan, want in het verleden is die maatregel nog eens een keer getroffen geweest, dat we eigenlijk twee terreinen voorzien voor één groep van vier. En dan ben je eigenlijk volledig in de regel. Met hoe het zou moeten zijn. Er is ook aangevraagd toen geweest bij ons bij de gemeente en we hebben toen de toestemming gekregen om groepslessen van vier te organiseren, maar je moet er wel twee terreinen voor voorzien. Ik denk dat in de winter op heel veel clubs een gigantisch probleem kan zijn, dat was ook voor ons niet gemakkelijk, maar in de zomer hebben vele clubs toch al wat meer mogelijkheden. Dus als je de komende maand ja, een smarte tennisreeks hebt ingepland, is het misschien een idee om ja, dat issue op die manier aan te pakken. Zeker een goede suggestie van Nick. José vraagt zich ook nog af, de brug naar de backhand, waarom er enkel gesproken wordt over dubbelhandige backhand en niet in de eerste fase al bijvoorbeeld over de enkelhandige backhand slice. Hierbij wordt dezelfde greep, de semi-continental, gebruikt als bij de opslag en de backhand volley. Wel omdat we eigenlijk, hè, dat zie je ook in de oefenstof, dat we de link gaan leggen van rechts naar links. En dat we daardoor eigenlijk uitkomen bij die dubbelhandige backhand. Als we dan gaan kijken naar een enkelhandige backhand, wanneer zou je gaan kiezen voor een enkelhandige backhand? Wanneer dat je heel duidelijk merkt dat de dominante hand dominant blijft. Hè? Nu, een dubbelhandige zouden we eigenlijk de niet-dominante hand ja, dominant moeten laten maken in de slag. Maar dat is bij sommige mensen niet zo. En als je dan in die enkelhandige backhand zit, heb je eigenlijk al een redelijk gepaste greep vast. Hè, want je zit daar met een continental greep die dubbelhandige backhand te spelen. En kan je eigenlijk heel eenvoudig overschakelen op dezelfde manier in die fases, eigenlijk qua vorm zelfs bijna simultaan aan de dubbelhandige backhand, voor de enkelhandige backhand. Natuurlijk is het zo. Vanaf dat je begint te werken met rotatie, ja, dat je dan een beetje rekening moet houden met het feit dat die indraaiende rotatie veel minder is. Als je eindigt als je in een fase zit waarbij de vorm lang is, vooral die laatste lang, ja, dat je dan wel ziet dat die raket eigenlijk voor het lichaam eindigt en niet op de schouder. Dus dat zijn details, maar de grote vorm. Enkelhandig, dubbelhandig in een starten tennisverhaal is eigenlijk niet zo verschillend. En zal een lichte aanpassing vragen naar de greep toe, waar dat we dan met full continental gaan spelen. Maar ja, ik zeg, qua vorm blijft dat ongeveer wel gelijk. Goed, en dan nog eentje misschien om deze sessie ook af te ronden. De brug maken van de oefeningen zoals we ze nu gepresenteerd krijgen, naar zorgen dat er voldoende fun in de lessen ook aanwezig is. Nick, heb je daar voor ons nog een tip voor? Ja, ik weet niet of dat bepaalde mensen een beetje in de fitnesswereld zitten. Ik totaal niet. Maar mijn vrouw dan weer wel. Ik haal ze er maar bij in deze presentatie. En die heeft eens CrossFit gedaan. En CrossFit, ik kende dat niet. Maar is blijkbaar fitnessoefeningen met challenges. En ik ging dat eens een keer meedoen. Want ze zei van ja, ik vind dat toch wel eens gaan meedoen voor iets samen te doen. Nu, ik ben er wel mee gestopt, want het was echt niks voor mij. Maar. Op zich was dat wel een hele goede beleving van de sport fitness. En wat ze daar eigenlijk doen, is eigenlijk elke oefening dat je daar kan doen, gaan ombouwen naar challenges. Ja, je moet om ten eerste dit bereiken, om ten eerste dat bereiken. Je moet binnen 5 minuten dit kunnen doen, of je moet binnen 10, in onze wereld dan, binnen 10 ballen dat bereiken. Dus dat zijn eigenlijk zaken dat je zeker zou kunnen toepassen. Wat ik vanuit mijn eigen ervaring op het terrein meeneem, want ik ga ook niet de oefeningen zoals dat je ze nu ziet, ik ben me ervan bewust dat die redelijk sec gepresenteerd zijn, maar
we rekenen daarbij wel op jullie inventiviteit om daar spelletjes rond te ontwikkelen. Als ik met volwassenen werk en ik zit er eens een spelletje in, een gelijkaardig spelletje als dat je doet bij tieners of zelfs bij oranje-groene spelers, die vinden dat ook nog altijd leuk. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we elke oefening die dat we nu hebben gezien, dat we die niet even sec gaan uitvoeren zoals dat je ze nu ziet. Misschien wel in het begin, om echt de nadruk te gaan leggen op die techniek, op die juiste technische uitvoering, maar dat we wel snel kunnen evolueren naar het omzetten van die oefening in een spelletje of in een challenge.